Woensdag 20 november was het de internationale dag van de rechten van het kind. Tientallen middenveldorganisaties kozen deze symbolische dag uit om aan het Brusselse Justitiepaleis actie te voeren tegen de verstrenging van de gaswetgeving. Deze wet werd eind mei dit jaar quasi unaniem goedgekeurd door het parlement. Maar het bleef niet enkel bij actie voeren. Op initiatief van de Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten dienen wij vandaag hier een verzoekschrift in waarbij gekeken zal worden of de huidige wetgeving die in het voorjaar gestemd werd, of die eigenlijk wel een legale grond heeft van bestaan. Wie niet luisteren wil, moet voelen. Omdat we een wet willen die in dialoog, op maat van onze samenleving en met de juiste rechtsvoorwaarden is opgebouwd. Wij zien dat in de vernieuwde gaswet de minderjarigen geen rechtswaarborg hebben, geen rechtszekerheid. Dat eigenlijk, en dat meer nog, dat minderjarigen van 14 jaar in het vizier komen en dat we zien dat de scheiding der machten gefnuikt wordt. En met betrekking tot herstal, daar heeft men een inventieve uitvinding gedaan. Minderjarigen die overlast plegen, de sanctionerende ambtenaar kan daar aan hun ouders vragen of zij straf opleggen. Dus de ouderlijke betrokkenheid, dat druist volledig in tegen het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Dat kan niet. Dat is eigenlijk een taak van de jeugdrechter. Minderjarigen kunnen nu op bestuurlijk vlak even zwaar of zelfs zwaarder worden gestraft dan een meerderjarige. Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam. Waarom krijgen ze dan een administratieve geldboete? Minderjarigen hebben binnen de gaswetgeving veel minder rechtswaarborgen. Nog veel belangrijker, het groot gevaar van willekeur. In de gaswet staat zeer duidelijk dat iedere gemeente autonoom, zelfstandig bepaalt of ze een gasreglement zal invoeren, op wie ze van toepassing zal zijn, hoeveel boetes ze zal heffen, voor welke feiten ze zullen in aanmerking komen. Wanneer in de ene gemeente een bepaald feit wordt gesanctioneerd, in een andere gemeente niet, ja, dan krijg je natuurlijk het effect dat degenen die daar zouden op uit zijn om bepaalde feiten te plegen, dan gaan ze naar die andere gemeente. Wij merken nu ook al dat er veel meer administratieve boetes komen naar onze afdelingen toe. En als dat dan een gewone gemeentelijk administratieve ambtenaar die dat maar bepaalt, dan denken we dat de willekeur echt wel zal spelen. En daar hebben wij schrik van.